Dus ja. Hey Raymond, ik kwam er vandaag achter dat jij helemaal geen VVD'er bent. Nee, ik week erg af. Hè? Ja. Maar, laat maar even zien, het kieskompas. Je hebt meegedaan. Ja. En dat zag er zo uit. Ja, dus dat stipje is dan waar je zit, ja. De VVD zit tussen conservatief en rechts in. Ja, rechtsonder, zeg maar. En jij mijlenver verwijderd van jouw partij. Ja, maar je zit ook niet heel dicht bij een andere partij. Een aantal andere partijen. Je moet gewoon je eigen partij op gaan richten. Ja, maar ik heb vaker tegen jou gezegd... jij hebt een beetje een ouderwets idee dat als iemand... dat als iemand lid is van een partij... dat die dan zijn verstand bij de deur inlevert. Maar ik ben het met de VVD ook op tal van punten oneens. En dat vecht ik dan in die club uit. Ja, jij zit eigenlijk bij de softie kant van de VVD, toch? Zeker. Ja. Nee, zometeen bespreken we nog een paar topmomenten uit verkiezingsdebatten. Maar eerst gaan we hier nog even over doorpraten. Het kieskompas. Want sinds vandaag kun je dat gebruiken. Nu de provinciale verkiezingen steeds dichterbij komen... gaan meer mensen nadenken over wat ze willen stemmen. Ik heb 3 opties, dus ik moet er nog even afwegen. Om mensen zoals Johan te helpen bij het maken van een keuze... lanceert Kieskompas vandaag de digitale stemhulp. De stemhulp speelt per provincie in op thema's die er spelen. Klimaat, asiel, energie en stikstof zijn de belangrijkste onderwerpen van dit moment. Hoe meer mensen je partijprogramma of de stelling kunnen lezen... hoe meer kans je hebt dat je de partij aanspreekt natuurlijk. Na het invullen van tientallen stellingen krijg je te zien welke partijen het dichtst bij jou staan... en welke juist het verste weg. Maar of een kieskompas de mensen nou massaal naar de stembus lokt? De alle kanten beloven ze van alles, maar ik heb gekloten van terecht. Wordt de uitslag van het kieskompas jouw stem? Is het leidend voor jou, Roderick, het kieskompas? Nee, niet leidend. Ik heb hem ook ingevuld. Ik vul hem eigenlijk nooit in omdat ik langer doe over mijn keuze. Ja, daar gaat 1 of 2 jaar wel overheen. Ja? Maar ik vond de vragen eigenlijk best interessant. Goed op de provincie Noord-Holland, waar ik woon, afgestemd. Dus het viel me eigenlijk reuze mee. Het kwam niet overeen met de keuze die ik eigenlijk voor ogen had. Even kijken waar je uit bent gekomen. Want dat vond ik eigenlijk nog wel verrassend. Je liet dat gewoon zien. Ja, heel erg... dicht bij het midden, hè? Op BBB ben je uitgekomen. Ja, BBB. En daar zit vlak nog een andere partij die ik eigenlijk niet kende. Nederland NL of iets dergelijks. Partij NL, een lokale partij. Ja. Dus toch links. Dus jij gaat voor BBB? Nee, dat geloof ik niet. Nee? Nee. Frits, wat vind je van het kieskompas? Werkt dat goed? Nou, primair heb ik eigenlijk een gloeiende hekel aan kieskompas. Gloeiende hekel? Ja. En, dat is een mooi begin van de uitzending. Omdat ik vind dat... kiezen, stemmen en iets vinden van de samenleving... meer is dan wanneer je een supermarkt inloopt en zegt... dat merk koffie, dat merk hondenbrokken in jouw geval... dat merk chips en nog wat van die dingen. En dan kom je bij de kassa en dan rolt er een bedrag uit. En dat is dan de partij waarop je moet stemmen. Nu snap ik ook wel dat het voor heel veel mensen wel een heel makkelijk hulpje kan zijn. Ja. Nou, we zijn de verzuiling voorbij. Het is niet meer zo van ik ben sociaal-democraat, dus ik stem Partij van de Arbeid. Ik ben liberaal, dus ik stem VVD. Ik ben christendemocraat of communist. En dan hoort daar een partij bij. Maar ik vind dat je wel eigenlijk moet beginnen met... wat vind ik nou van de samenleving? Vind ik dat die op een bepaalde manier moet worden ingericht? En daar horen dan voor jou, als je zo'n keuze maakt... ook maatregelen bij die voor jou misschien niet zo... Maar is dat niet veel te veel werk voor mensen? Nee, gewoon iets vinden van de samenleving lijkt me niet zo ingewikkeld. Ja, okay, en ik snap best dat mensen niet al die partijprogramma's gaan lezen in een provincie. Sommige provincies hebben wel 20 programma's of zo. Dus daar kan dit bij helpen. Maar begin dan bij wat vind ik nou eigenlijk zelf van mijn samenleving. En ik ga dan kijken, vul dat dan in, komt dat een beetje overeen... waar kom ik dan ongeveer terecht. Maar laat je er niet helemaal door leiden, want er komt toch iets bij. Het lijkt allemaal heel leuk. En in dit geval zit er ook een soort filter tussen van journalisten... van regionale omroepen vooral. Ja, die hebben meegewerkt aan de vragen ook, hè? Ja, maar partijen kijken al heel nadrukkelijk allemaal... van hoe formuleren wij dingen in ons verkiezingsprogramma... zodat dat bij een kieskompas, en een kieswijzer en een stemwijzer... er zo goed mogelijk uitkomt. Iedere partij wil toch graag dat mensen linksboven... net als bij een belastingformulier beginnen... de boel invullen en dan rechtsonder bij die partij uitkomen. Dus het is het helemaal zuiver, ja, zo zuiver mogelijk. Ook met die filters van de journalistiek ertussen. Maar... bedenk eerst, wat vind je nou zelf van die samenleving? Nou en zuiver, gebruik het anders een beetje hulp. Wat zeg je, Bobby? Ik vind het nou niet meer zuiver. Hoezo? Nu je dit allemaal vertelt. Er zit een hele wereld achter inderdaad, van hoe dat met de vragen gaat en de antwoorden. Ja. En dat is een heel politiek spel waar je dan eigenlijk in wordt gezogen... terwijl je een tip wil hebben, namelijk wat passen we erin. Maar Ronald, jij hebt hem ook ingevuld voor ons. Ja, zeker. En voor mij kwam het resultaat eruit zoals ik naar politiek kijk. En dat is? Even kijken. Ik kreeg een error. Ja, ik ook. Dit is het. Ik moest terug naar de startpagina. Ja. Maar je gaat wel stemmen, toch? Nee. Ik ben echt al... Je gaat niet stemmen? Nee, ik ben zo teleurgesteld in de politiek. Die mensen die liegen en bedriegen alles aan elkaar. En daar heb ik nog wel een heel mooi voorbeeld van. De 99,9% denk ik wel. Ja, dat had jij laatst ook. Laat Ronald heel even uitspreken. Kijk, misschien weten de meeste mensen meer. Maar je had bijvoorbeeld het kwartje van Kok. Dat was heel eventjes nooit meer teruggezien. Dat soort beloftes. Kijk, dat is dan grappig, zo'n misverstand. A was het nooit. Het is een metafoor geworden die de VVD gebruikte toen. Het was niet het kwartje van Kok, maar van zijn staatssecretaris van Amersfoort. Maar ja, dat bekte niet lekker. Er is nooit, je mag het in de handelingen nazoeken, nooit gezegd dat het tijdelijk was. Ja. Wat er wel gebeurd is, dat kwartje van Kok is opgehoogd. En iedereen dacht, ja, dat komt terug. En wat ze gedaan hebben, ze hebben de verhoging... de accijnsverhoging die normaal gesproken in de inflatie zou zitten... hebben ze niet door laten gaan tot 25 cent. Dus op die manier is er geen verhoging van een kwartje meer gekomen. Dus eigenlijk heeft iedereen hem wel teruggekregen. En dat is nou precies... Maar zo voelt het niet. Nee, zo voelt het niet. Is het ook niet. Nee, zo voelt het niet. En als je niet goed informeert, dan ga je zeggen, ja, iedereen bedriegt. Maar ja, lees eerst je stuk en weet waar het echt over gaat. Nee, maar het is ook vaak dat de politiek het juist niet goed uitlegt. Juist. En dat het dan niet goed... Dat is weer een ander ding. Dat het niet goed hier terechtkomt. Frits, we moeten het hebben over het RTL-debat. Ja. Pijnlijke dag voor jou. Het gaat niet door. Oh nee, dat is geen pijnlijke dag. Ik weet al heel lang dat het niet doorgaat. Maar dit is toch het hoogtepunt van het jaar voor jou?